Aan jongens 14 jaar, aan het startdek voor de IJsselcrossers, Jesse Stronk. Voor de Spartanen, René Heuzing. Voor FCC Putten, Rick van den Berg. Voor Nijkerk, Kiano Groot. Voor de Flying Bikes, de man met de lange naam, Robert-Jan van den Brink. Voor de Hoepers, Jeroen van der Wiel. BMX Apeldoorn brengt hier Julian Korn. En voor Nijkerk is het Tom Meits. Heren, succes! Oké, ja, wie is hier al snel vertrokken? Meits Missenstad, dat heb ik al wel gezien. Aan de binnenkant lijkt het toch groot te zijn. Hij is heel snel vertrokken. 2069, maar daar komt hij. 2059, snijdt die bocht gewoon veel beter aan. En is zeker niet bang. Dat is Julian Korn. Gaat hij dan hier ervan door? Wie krijgt hij met zich mee? Ah, dan is hij al terug hoor, Meits. En dan heeft hij dat heel snel gedaan. Want zijn stad zag er gewoon niet uit. Daar miste hij een slag. En nu kan hij het hem gewoon nog lastig maken. Kan hij nog meedoen voor die titel? Op drie zien we van de wiel. Maar voor hem is het van het jaar. Daar komt hij gewoon binnendoor hoor. Dat is toch. Tom Meits die terug aan de positie nummer 1. En dan gaat ze gewoon de winst meenemen. De winst meenemen naar Nijkerk. En dan is er wel een mooie tweede plaats voor Korn. En op positie nummer 3 is het dan Jeroen van der Wiel.